door het coronavirus. Mijn vader is net overleden. En wij zien op YouTube in het nieuws dat mensen zich nog steeds misdragen. Omtrent het thuisblijven. Stay home. Ik heb hier heel goed over nagedacht om toch een klein videootje te maken. Omdat ik zie dat mensen niet in de gaten hebben wat de consequenties zijn als je niet thuis blijft. Mijn vader ging naar de horecaverbranding. En hij is daar waarschijnlijk besmet door iemand die gewoon achter hem zat en aan het hoesten was. Hij heeft een poos in het ziekenhuis gelegen, wat al heel moeilijk was voor hem. En we hebben gezien dat wij, kinderen die hem mochten bezoeken, ook het ontzettend moeilijk vonden, omdat wij een enorme verantwoording met ons meedragen. Wij moesten handschoenen, een soort pak heb je aan, een bril heb je op, een mondkapje heb je op en een soort muts die je opdraagt. En zo'n mondkapje, dat doet ontzettend veel pijn omdat er een metaal stukje in zit die je moet indrukken. Want je bent eigenlijk met de coronapatiënt, in dit geval mijn vader, in één kamer waar je maar met twee bezoekers mag zijn. Dus je ademt dezelfde adem steeds in en uit. En als kind wil je toch de laatste uren met je ouder meemaken. Dus dan ben je in mijn geval steeds 6 uur aanwezig in zo'n ruimte. Want er rolleren steeds 2 kinderen. De pijn die je ziet, die zo iemand kan hebben. Het heeft met ademhaling te maken. Het niets mogen doen, dagen liggen. En ja, op den duur kun je niet meer tegen voedsel. Je ziet iemand sterven, wat heel pijnlijk is. En dan denk je dat het klaar is, maar dat is het niet. En dat is de reden waarom ik deze filmpje voor je maak. Ik heb op het nieuws gekeken en naar videofilmpjes op YouTube. En ik zie dat mensen in Suriname bijvoorbeeld het nog steeds te bont maken. Omdat zij vaak niet bewust zijn van wat doet dit? Wat doet een besmetting? Als je besmet raakt, kan het zo zijn dat je de volgende dag al of dezelfde dag begint te hoesten. Het hoesten kan overgaan in koorts hebben. En dan denk je dat het een griepje is. Maar na gelang van tijd krijg je pijn op de borst. En als je in een ziekenhuis terechtkomt, weet 1. Dat de mensen die jou komen bezoeken, dus je geliefdes, kinderen, ouders misschien, dat zij ook in quarantaine moeten zijn thuis. Dus het bezoek naar het ziekenhuis en terug naar huis. 14 dagen lang. 2. Mocht de patiënt overlijden, dan betekent het dat jij nog 14 dagen in quarantaine bent. En het betekent dat mocht jij hoesten, koorts hebben, jij niet naar de crematie van jouw geliefde mag gaan. Dat is heel pijnlijk. Als je een ouder hebt zien sterven of een kind hebt zien sterven, en je mag als dichtstbijzijnde familielid niet aanwezig zijn. Daarnaast, jij mag niemand bezoeken. Andere mensen moeten de crematie van je ouders of kinderen gaan verzorgen. Dat is een hele grote verantwoording die je bij een ander neerlegt. Dus mensen, alsjeblieft, luister naar dit gesprek. Ik zie mensen nog steeds op straat gaan feest vieren alsof er niks aan de hand is. Doe hier iets aan, want je zou het niet leuk vinden als jij besmet zou raken en de mensen die jou zijn komen bezoeken in het ziekenhuis zoveel voorover moeten hebben.
Er moet zoveel geregeld worden. Je zet hun leven op spel. En de mensen naast hun. En als je, stel je voor dat je besmet bent en jij moet die 14 dagen in het ziekenhuis en je komt te overlijden. Nou, dat is heel moeilijk. Want jij weet er niet of jij erbij mag zijn. Vergeet dat niet. Het kan ook zo zijn dat de kist niet open mag zijn bij de crematie. Dus of je bent er niet, omdat jij misschien hoest of koorts hebt. De kist eventueel wordt niet geopend. En dat zijn hele vervelende dingen als jij niet daadwerkelijk of je omgeving niet daadwerkelijk afscheid heeft mogen nemen. Ik heb op papier het even voor jullie gezet. Als je naar het ziekenhuis gaat om iemand te bezoeken, dan mag je met twee mensen maar binnen. Er zijn kledingvoorschriften, gebaseerd voor veiligheid van de patiënt en de bezoeker. 3. Bezoekers komen in thuisquarantaine terecht voor 14 dagen. En mocht bezoeker hoesten of griep hebben, mag er geen ziekenhuisbezoek zijn. Dus je weet ook niet of je bezoek krijgt of je een ander mag bezoeken. Verantwoordelijkheid ligt bij bezoeker om aan veiligheid van zichzelf en van de ander in acht te nemen. Dan ga ik over in het volgende gedeelte. Regels omtrent overleden patiënt. En ik hoop dat je hier goed naar luistert. De bezoekers, dus als jij als kind, je ouder of je kind bent gaan opzoeken in het ziekenhuis, die daar ligt met corona, dat jij eigenlijk de mogelijkheid hebt dat jij geen afscheid mag nemen van deze dierbare. Waarom? Het kan zijn dat je zelfs verschijnselen hebt. Vaak wordt pas na 14 dagen de lijk overgedragen, zodat je mag deelnemen. Mits je geen verschijnselen, zelfs van corona, hebt. Ziekenhuisbezoeken en de mensen om je heen, familieleden. En de bezoeker die thuis gaat, moet ook wel weer gaan uitkijken naar... Waar moet ik op letten als ik straks naar zo'n crematie ga? Want er wordt verwezen naar crematie. En als je naar een crematie gaat, mogen er maar 10 mensen aanwezig zijn. Surinaamse mensen, je weet dat Surinaamse gezinnen, families, heel groot zijn. Dus je gezin alleen, vader, moeder, kids, grootouders... Broers, zusters, nou dan kom je alle 10. Dus betekent de rest krijgt geen kans om naar de crematie te gaan, om afscheid te nemen. Daarnaast, je weet niet of je een dichte kist te zien krijgt met alleen een foto van degene die overleden is. En de 10 mensen die daar mogen zijn, die moeten ontzettend goed opletten of ze toegelaten worden. Want als je hoest, mag je er niet zijn. Als je koorts hebt, mag je niet zijn. Dus mensen, alsjeblieft, terugkom niet. Ga alsjeblieft niet zomaar op straat. Er is niet zomaar aangegeven, blijf thuis. Men zegt, ik hoor mensen lachen over handen wassen. Mensen, doe dat alsjeblieft. Mondkapje, gewoon doen. Gewoon doen. Desnoods maak je eigen mondkapjes. Ik zie mensen hier, omdat mondkapjes niet te vinden zijn, dat heel veel mensen op de naaimachine te werk gaan, mondkapjes maken. Ik zie mensen die eigenlijk heel creatief zijn, met keukenrol mondkapjes maken. Elk beetje helpt. Dus ik zou zeggen, mensen, denk alsjeblieft hierover na. Want niets is zo moeilijk als je niet
naar de crematie mag van jouw geliefde. En wij Surinaamse mensen, of je nou Hindoestaans, Creools, Chinees, Indiaans, Indisch, Japans, wat je ook mag zijn, wij zijn vaak verbonden aan een culturele manier van afscheid nemen. Dat betekent dat vaak dagen aan verbonden zijn. Dus het betekent, het duurt eerst 14 dagen voordat je de lijk krijgt. Dan moet er gezien worden of je erbij mag zijn. En culturele manier van afscheid kan soms verbonden zijn aan dagen en tijden. En hoe moeilijk is het niet als er volgens een bepaald cultuur aangegeven wordt dat je binnen, zeg maar, een dag of binnen een week, binnen 7 dagen, al hiervoor moet zorgen. Daarnaast weet ik dat in bepaalde culturen er een verbinding is van 14 dagen daarna, of 40 dagen, of 5 dagen. In elke cultuur is dat anders. Maar voordat wij naar deze stukken gaan om na te denken, want dat wil ik graag, ga nadenken over de culturele aspect waar je zelfs in bevindt, als iemand te overlijden komt binnen je gezin of familie. Hoe moeilijk is dat als je pas het lijk na 14 dagen krijgt en jij misschien aanwezig mag zijn om diverse redenen. En maar 10 mensen mogen aanwezig zijn. Inbegrepen de priester, de molana, de pandit, degene die het verzorgt. Dus denk daarover na. Goed mensen, ik hoop dat je dit niet als gezeur van mij ziet. Of als aandachttrekken ziet. Maar dat dit stukje eigenlijk jullie kan brengen in het nadenken over veiligheid. Zo mensen, leef en laat leven. Was je handen op tijd. Zorg ervoor dat je denkt aan al de kleine dingen waar er over gesproken wordt, dat je zegt van nee, ik ga dat niet doen. Niet doen mensen, want je brengt jezelf